Jij doet voor de eerste keer mee aan de Almlopers. Heb je veel moeten trainen hiervoor? Ik ben er van mezelf, loop ik regelmatig hard, dus ik heb een basisconditie. Ik heb wel gehoord dat het niet een pure hardloopconditie is die je nodig hebt, omdat het een stukje interval is. Dat het naast fysieke uitputting ook een stukje mentaal is. Ik heb geoefend, ik denk dat ik er klaar voor ben, maar we gaan het zien. Hoe ben je ontvangen hier? Want daar ben ik wel heel benieuwd naar. Heel warm, heel warm. Ik ben via een collega van mij ben ik hier binnengekomen. En nou ja, het eerste wat ik merkte aan de groep is dat het echt een groep vol energie en vol plezier is. Dus dat is een goede binnenkomen. Ja, want jullie lopen voor de palliatieve zorg, dus het is voor een heel goed doel. Heb jij ook zeg maar een connectie daarmee? Gelukkig niet. Ik ken zelf geen mensen die het doel waarvoor we lopen, heb ik zelf gelukkig niet in aanraking mee geweest. Maar het is wel een doel waar ik me graag voor wil inzetten. En gelukkig met mij ook een inloop anderen. Jullie hebben vanavond een nachtloop. Dat is eigenlijk heel speciaal. Ik had er nog niet van gehoord. Wat is daar een beetje de bedoeling van? Nou, de bedoeling is dat we klaargestoomd worden voor de echte loop. Bij de Europa Run lopen we zowel overdag als 's nachts. Lange stukken lopen, lange stukken rust. En vanavond gaan we eigenlijk een soort mini-training doen. Waarbij we een stukje gaan lopen, een korte nachtrust en daarna weer een stukje lopen. Ja, wij hebben dit weekend de generale repetitie en dat is een avond en een nacht en ochtend editie. En dat doen we omdat we het zoveel mogelijk na willen bootsen alsof het Europa Run is. We hebben een aantal nieuwe leden ook, nieuwe Almelopers en we willen laten zien en ervaren wat het is om zo uren achter elkaar te lopen, te rusten, elkaar af te wisselen. En ook hoe het is om het in donker te lopen, de verlichte hesjes. We hebben het Roparun reglement waar iedereen zich ook aan moet houden, dus met verlichting. Dus dat willen we allemaal oefenen, vandaar. En we hebben net het team uitgezwaaid vanuit Aardorp. En die gaan nu 5 uur lang runnen en fietsen. En daarna komen ze terug naar het Aardorp om daar een bivak te nemen in de nacht. En dan gaan ze weer op pad voor weer een keer 5 uur fietsen lopen om elkaar weer elkaar te kennen en te trainen. Er is een noordroute vanuit de Europa Run en de Europa Run start dit jaar vanuit Enschede. En wij hebben de route nu voor de training opgeknipt in een oost- en een westgedeelte. En team A loopt nu het oostgedeelte, team B loopt het westgedeelte. Die lopen van het noorden van Emmen terug naar Aardorp. En het andere team start nu in Enschede en loopt naar het noorden toe. En na de rust wisselen die beide teams de route om, zodat ze allebei een keer de route hebben gelopen, gefietst, die ze straks met de Europa Run ook echt gaan lopen en fietsen. De jaren, de coronajaren, zijn we wel opgestart als een Almelopers team. Gewoon voor zijn echie. Alleen helaas ging het niet door. Dus we hebben de Europa Run niet meegemaakt. We hebben wel geld ingezameld. Enzovoort, enzovoort. Alleen we hebben onze Europa Run niet beleefd. Nou, wat we gedaan hebben is dat er wel, als er gelopen mocht worden in groepsverband, in die periodes dat mocht, dan hebben we dat gedaan. En in die periodes dat niet mocht en dat we in lockdown zaten, hebben we ook wel meetings in teams gehad, overleggen. En, maar er is dus niet heel veel gebeurd toen aan acties. Of, want wij halen vaak geld uit lotenverkoop of andere acties waarbij je met groepen samen bent. En dat kon natuurlijk allemaal niet. Dus het was allemaal anders. Goed België langs, hè? Goed België langs. Links.